De beelden van de vliegende knuffels gingen de wereld over. En zeg nou eerlijk, wie krijgt er geen kippenvel bij het zien van deze beelden? Ja, fantastisch dit. Echt ongelooflijk. Nog altijd als ik het zie, kippenvel moment. Echt waar. Toen we in het vak zaten, toen kwamen we in de twaalfde minuut kwamen er allemaal knuffels naar beneden. En toen ging iedereen gaan staan en knuffels vangen en toen had ik er ook een paar gevangen. Het is zo ongelooflijk mooi, hartverwarmend gebaar. Nou ja, het is met geen pen te beschrijven. Mickey Mouse, bullenbeesten, varken, Donald Duck en nog twee beren. Toen gingen we ruilen en ook kinderen die niks hadden, die gaf ik er een. Onder ADO-supporters was het idee ontstaan om knuffels mee te nemen naar de Kuip. De Hagenezen waren erachter gekomen dat er in het vak onder hun patiëntjes van het Sophia Kinderziekenhuis zouden zitten. Het is natuurlijk zo hartverwarmend als iemand het zo opzet. Dus we wilden inderdaad diegene persoonlijk bedanken. Inmiddels heb ik net voor 5 minuten geleden een mail gekregen en hij heeft zich gemeld. Dus daar zijn we natuurlijk super blij mee, maar hij wil anoniem blijven. En natuurlijk ga ik contact opnemen met hem, maar dan doen we het gewoon achter de schermen. En gaan ze ooit weg? Nee. Dus een knuffel terug vanuit de Sophia Kinderziekenhuis.